In heel Nederland dreigen meer dan 200 projecten in gevaar te komen door de uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat projecten alleen van start kunnen gaan als ze een stikstofplan hebben. Daarin moet bewezen worden dat natuur en omgeving er geen last van hebben. De manier waarop dat tot nu toe gebeurde binnen de pasregeling is onvoldoende. De PVV wijst erop dat dit stikstofbeleid ook op de Floriade van toepassing is. De partij wil een gedetailleerde uitleg van het college van BMW over de gevolgen. Eventuele vertraging bij de bouwplannen voor de Floriade kan rampzalig uitpakken. Het evenement gaat van start op 28 april 2022 en de planning om alles op tijd af te krijgen is al erg krap.